Wat fijn dat jullie allemaal weer meekijken naar de eerste uitzending van 2024. We hebben Boudewijn van de Thomas, Eline van de Green Business Club en als klapper op de verlaten vuurpijl hebben wij Simon van ons wereldberoemde Concertgebouw. Simon, welkom. Wat fijn dat je er bent. Dank voor je uitnodiging. Nou Simon, jij bent de directeur van ons wereldberoemde Concertgebouw en dat doe je pas 17 jaar. Hoe gaat dat eigenlijk? Ben jij gevraagd voor het Concertgebouw om daar directeur van te worden? Wat is eigenlijk de procedure om dat te worden? Korte samenvatting is dat ik werd gebeld omdat ik werd genoemd door een voormalig commissaris uit onze Raad van Commissarissen. En die had mij op de longlist laten plaatsen van mogelijke interessante kandidaten. En die lijst is vervolgens door de sollicitatiecommissie afgewerkt. En na 14 gesprekken kreeg ik de baan. 14 gesprekken? Ja. Jongens, maar zit je niet ook over één nacht ijs? Nee, dat ook niet. Maar ik zelf ook niet. Want ik wilde zelf ook een aantal mensen spreken tijdens de procedure en ook voorafgaand. Om zeker te weten of dit wel een goede beslissing was om mee te doen met die sollicitatie. Snap ik. En wat had je hiervoor gedaan, Simon? Ik ben opgeleid en begon als advocaat hier om de hoek in het atrium bij de Brouw Blackstone. Oh ja. En ben vervolgens 10 jaar werkzaam geweest als uitgever in de uitgeverij bij Wolters Kluwer en later ook nog bij PCM, bij Tieme Meulenhof als ik uitgeefdirecteur. En nou ja, de stap naar het Concertgebouw. Ben jij muzikaal onderlegd of heb je een historie? Ben je muzikaal opgevoed? Want advocaat en dan Concertgebouw? Klinkt een beetje gek op het eerste gezicht. Ik heb altijd heel veel met muziek gehad. Ja. Ik kom uit typisch zo'n een kunstenfamilie. Ja. Mijn vader was iemand die heel veel van muziek hield, mij ook vaak meenam naar concerten, al van kinds af aan. Zowel in Utrecht als ook in het Concertgebouw. Mijn moeder heeft kunstacademie gedaan. En mijn vaders vader die was echt een cultuurpaus. Die was secretaris-generaal op het ministerie van OKMW. Was eerste voorzitter van het Holland Festival. Ik zag een foto inderdaad in jouw studeerkamer. Ja, vertel, wat die foto daar stond. Jouw opa stond daarop met? Met Eduard van Beinum en Benjamin Britten en een keur aan zangers. En ook nog generaal Montgomery. En dat was bij de eerste uitvoering van de Spring Symphony van Benjamin Britten. Tijdens het Holland Festival in dat jaar. Dat was in de jaren 50. Bijzonder zeg, bijzonder. Wat zal jouw vader trots zijn geweest toen hij te horen kreeg dat zijn zoon directeur zou worden van het Concertgebouw. Ja, en ook heel blij, want dan heeft hij vrijkaartjes. Als hij hier nou een concert wil, dan kan hij met me mee. Ja, ja. Ja, ja, dat is een leuke bijkomstigheid. Zeker. Kun jij mij twee woorden noemen die voor jou echt van toepassing zijn in de rol die jij nu neemt? Wat me nu spontaan toepassen binnenvliegt, en dat is een beetje tegenstrijdig op het eerste gezicht, is aan de ene kant ben je boegbeeld, want je vertegenwoordigt het instituut, het Concertgebouw. Ja. Maar je bent vooral dienend, want niemand koopt een kaartje om naar het Concertgebouw te komen omdat ik daar directeur ben, maar natuurlijk voor de muziek die daar klinkt. Ja. Dus het is een beetje gek. Je bent vooral heel erg faciliterend met het hele team dat daar zit. Om uiteindelijk het publiek en muzici het naar de zin te maken. Maar tegelijkertijd, soms komt het erop aan dat er iemand namens het Concertgebouw spreekt, opstaat, verantwoordelijkheid neemt. Ja, en dat moet ik uiteindelijk doen. Dat is mijn taak. Dat is jouw taak. Ja. En is de programmering veranderd, Simon, sinds dat jij aan het roer staat? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat de mix wat anders is. Ik denk dat we wat meer niet-klassieke concerten doen. Hè. Stonden we van oudsher heel erg bekend als vooral het gebouw waar met name het Concertgebouw Orkest een belangrijke rol speelt. Nu doen we ook naast die prachtige klassieke concerten, want die zijn er nog steeds gelukkig, ook heel veel popconcerten, veel jazzconcerten, heel veel familieconcerten en ook heel veel educatieprojecten voor schoolgaande kinderen. Mooi, heel mooi, ja. Want jouw voorganger die was ook verantwoordelijk geweest om het Concertgebouw te renoveren, toch? Klopt dat? Ja. Heb jij dat ook nog een beetje meegekregen? Zeker. Ik heb het toen ik in de jaren 80 als bezoeker daar kwam, heb ik meegemaakt dat ik letterlijk echt over zandhopen moest heen stappen zo ongeveer om het gebouw in te kunnen. Want
tijdens die verbouwing bleef de zaal open. Dat was heel bijzonder. Ja. Maar Martijn Sanders, mijn voorganger, en Erik Gerritsen, de toenmalig zakelijk directeur, die hebben echt een huzarenklus gedaan samen met alle andere betrokkenen om letterlijk de fundamenten van dat gebouw te herstellen, want het stond op instorten. Ja. Ze kregen een brief van Bouw- en Wonentoezicht van uw gebouw staat op instorten, u moet sluiten of heel snel renoveren. Ja, nou, gelukkig is dat het laatste. Ja, dat is ongelooflijk. En ook het bedrijf Structon dat toen heeft gedaan onder leiding van Pieter Bruin, de architect. Oh ja. Die hebben echt een fantastische klus gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Het was heel complex en dat hebben ze heel goed gedaan. En het leuke is dat nadat op een gegeven moment die fundamenten weer waren hersteld, is ook het interieur vervolgens aangepakt. En dat hebben we met Evelien Merks gedaan en doen we nog steeds. En Evelien is destijds aangesteld door Martijn om dat proces te gaan starten. We hebben toen een masterplan gemaakt voor meerdere jaren. En dat hebben wij met onze directie vervolgens overgenomen. Oh, en dat maken we helemaal af. Dus het heeft ook een hele mooie doorgaande lijn gekregen. Het is niet een breuk van een stijl. Nee. Gisteren hebben we gezegd, we gaan het in die geest, in het kader van het masterplan, ook echt helemaal afmaken. Mooi, dus ik heb er letterlijk dagelijks nog mee te maken met die renovatie. Prachtig. Ja. Ik zag laatst iets voorbij komen, Simon. En want we hebben het even over programmering gehad. From Southeast with Love. Muzikanten, zangers, ondernemers. Op 5 juni shinen deze sterren in het Concertgebouw. Zij laten samen horen hoe mooi en krachtig hun liefde is. Voor muziek, voor Zuidoost en voor elkaar. From Southeast with Love. Dat is een heel leuk programma. Dat hebben we één keer nu gedaan. En dat gaan we volgend, of dit jaar inmiddels nu in juni weer doen. Dat is een idee van een van onze collega's, Orville Breveld. Ja. En wij hebben hem eigenlijk gevraagd van God, wat kunnen wij nou doen om al die Amsterdammers die nu nog de weg naar het Concertgebouw niet weten te vinden, ook te betrekken bij wat hier gebeurt. Want het is een zaal voor heel Nederland, voor heel Amsterdam, voor iedereen. Ja. En toen is het idee eigenlijk opgekomen, ook vooral door hem, om met het stadsdeel Zuidoost samen een programma te ontwikkelen met de muzikale talenten uit Zuidoost om die te laten optreden in het Concertgebouw, in de grote zaal en natuurlijk dan hun following mee te nemen. Tuurlijk. Dus alle vrienden en kennissen en familie, die komen dan naar het concert toe. En waren dat klassieke getinte concerten of heel was breed. Het van alles door elkaar? Het was van alles door elkaar. Ook een klassieke pianist, we hadden natuurlijk een gospelkoor, ook een Hindoestaanse muziek. Ja. Je kan het zo gek niet noemen, of eigenlijk alles wat er in die hele muzikale staalkaart te vinden is, wat mooi. Was er. Ja. Ja. Nou ja, kijk, het Concertgebouw heeft toch prachtig, klassiek, iets pompeus. En ik kan me zo voorstellen dat mensen in Zuidoost daar misschien niet... hoe moet ik dat nou goed uitleggen? Dat intimiderend bedoel je? Nou, dat ding, Dat woord dat kan ik me best voorstellen. Ja. En tegelijkertijd denk ik ook, we hebben ook heel veel redenen om er trots op te zijn. Ja. Mensen vragen mij vaak van, wat zijn jullie nou eigenlijk? Ik zeg, we zijn eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant zijn we een absolute wereldklassezaal met de allermooiste programmering, zeker op het gebied van klassiek, maar ook pop en jazz. Dus dat hoor je van heel veel mensen uit het vakgebied, dat het Amsterdamse Concertgebouw hoort tot de supertop. Maar we zijn ook een Amsterdamse zaal. Ja. Niet alleen wat betreft wat er wordt aangeboden aan muziek. Dus ook, het kan ook André Hazes zijn, om maar iemand te noemen. Dries Roelvink. Of Dries Roelvink, of wat dan ook. Maar we zijn er ook voor alle Amsterdammers. Ja. We zijn ook een Amsterdamse zaal. En we hebben alle reden, denk ik, om heel trots te zijn als Amsterdammers op die zaal die van ons allemaal is. Ja. Ja, want het is ook natuurlijk. Het is ook een particuliere initiatief geweest, toch? Ja. Het Concertgebouw. Ja, dat klopt, ja. Ja. Ja, dus dat zeker is het dan van alle Amsterdammers. Ja. Zijn er ook voornemens ook om andere stadsdelen aan te spreken? Want ik vind dit een fantastisch initiatief. En ook helemaal dat het iets duurzaams gaat worden. Ja. Ja, dus we willen van Southeast with Love willen we echt een traditie maken. Dus de juni tweede keer. En we zijn nu bezig met een editie Best from West. Oh, wat leuk. Ja, dat gaan we ook doen. Fantastisch. Nou ja, en we hebben het natuurlijk ook over gehad. 750 jaar Amsterdam. Zuidas wil met Zuidoost ook iets gaan ondernemen. Ja. Nou, misschien dat we iets kunnen doen met z'n allen. Dus dat we het Concertgebouw zouden kunnen gebruiken als plek om daar fantastische concerten te
ik zou zeggen, laat het Stadsel Zuid waarin wij vallen vooral zoveel mogelijk gebruik maken van dat prachtige concertgebouw. Ja. Zeker doen. Ja, nou dan gaan we nog eventjes een kopje koffie overdrinken. Je vertelde net al dat het concertgebouw is niet alleen een plek waar muziek beluisterd wordt, maar het heeft ook een educatieve invulling die jullie willen geven. Noem eens een voorbeeld. Nou, schoolprojecten. We hebben een educatieafdeling die al sinds 2000 ontwikkelt ze programma's waarbij kinderen in de klas op school voorbereid worden op het bezoeken van een schoolvoorstelling. Dus dan leren ze de liedjes, dan leren ze soms een heel eenvoudig dansje of body percussion, zodat ze interactief betrokken zijn bij het orkest of het concert wat dan bij ons plaatsvindt. En dan hebben we 3 zalen waarin we dat doen. Voor de kleintjes hebben we dan de koorzaal beneden, dan voor de middenbouw doen we dan in de kleine zaal en dan voor de bovenbouw, zeg maar groep 7 en 8, hebben we dan een concert in de grote zaal. Wat leuk, echt. Iedere keer als ik daar weer binnenkom en je voelt dat ongefilterde enthousiasme van die kinderen als ze enthousiast zijn over wat er gebeurt, dat laat je nooit onderhoord. Ja. Dat is echt heel leuk. Ja, nou, ik denk inderdaad als je zo heel jong mee begint, je moet het faciliteren. Ik vind kunst en cultuur, dat is de backbone van onze maatschappij. En als je het op deze manier faciliteert, fantastisch. Ja, ik denk ook dat de reden waarom we dat doen is om kinderen kennis te laten maken natuurlijk met heel veel verschillende muziekstijlen die bij ons worden geprogrammeerd. Maar ook om ze in staat te stellen om te ontdekken hoe fijn ze het zelf vinden. En om hun keuzes te maken, om zelf hun voorkeur te kunnen bepalen wat ze leuk vinden. Kijk, je hoeft niet van het concertgebouw te houden, maar je bent wel welkom. Ja. En een kind dat bij ons komt, mag best zeggen, ik vind pop niks, maar van klassieke muziek word ik wel heel warm of andersom. Maar het feit dat je de kans krijgt om daarnaar te luisteren, daar kennis van te nemen, dat is heel essentieel. Mooi. En de meeste mensen, en ik kom heel vaak mensen tegen die 40, 50 plus zijn, weten nog precies de eerste keer dat ze in het concertgebouw waren in hun schooltijd. En dat is een onvergetelijke herinnering voor veel kinderen. Hoe bepalend dat kan zijn. Heel. Hè? Kan ook gewoon je toekomst bepalen, je richting. Zomaar. Ja. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat iemand iets tegen jou zegt of je toevallig loop je ergens tegenaan en denkt, maar dat is nou wat ik leuk vind. Ja. Dat ga ik doen. Ja. En waarom? Je weet het niet, maar je bent toch enthousiast. Ja. Nou, stel dat er een artiest is die niet meer leeft en daar zou jij een concert van willen beluisteren. Welke artiest zou dat dan zijn? Carlos Kleiber. Dat zeg je gewoon zonder na te denken. Dat was misschien wel de grootste dirigent die ooit heeft geleefd, in ieder geval in de recente periode. En eigenlijk iedereen in de industrie, om het maar zo te noemen, en vooral de dirigenten, als je vraagt wat was nou eigenlijk de grootste dirigent die misschien wel heeft geleefd, zeggen ze allemaal Carlos Kleiber. Maar waarom? Die man had een soort waanzinnige genialiteit, een soort uitstraling en muzikaliteit die zinderend was. Ik heb het een beetje meegemaakt in dat vergelijkbaar stijl. Ik heb 1 keer de mazzel gehad dat ik Leonard Bernstein heb mogen zien optreden. Heb je die film gezien? Zeker, Maestro heb ik gezien. Echt, hè? Maar dat was ook zo'n ervaring. Ja. Maar goed, die heb ik dus wel meegemaakt. Ja, maar Kleiber was iemand die ging daar misschien nog wel een beetje overheen. Kun je het eerste concert nog herinneren van hem? Bernstein? Ja, absoluut. Dat was ongelooflijk. Eigenlijk was ik niet zo enthousiast over deze Bernstein. Was een beetje zo'n overdreven outgoing Amerikaanse dirigent met veel bla bla bla. Een beetje plastic vond ik het altijd. Ja. Maar geniaal, hè? Ik zat er in de zaal. De deuren gaan open. Hij komt de trap af. En het leek wel of de zaal bevroor. Een soort elektriserende invloed had hij op de zaal. En ze begonnen toen ook met Mahler 1 en dat is een stuk van de eerste symfonie van Mahler. Dat begint heel zachtjes met een soort donsachtige klank van die violen. Maar dan op een gegeven moment de blazers langzaam opkomen, een soort dageraad zo, dat moet het verbeelden. Magisch was dat. Dat was magisch. Ja, ongelooflijk. Ja, het is, je bent ook performer, hè? Enorm. Ja. Maar wat hij met het orkest deed, en dat Kleiber ook, als je de collega's van het concertgebouw orkest vraagt, de ouderen, van God, zijn er een paar concerten die je nog kunt herinneren, dan zou het er zomaar kunnen zijn, zeg je, Beethoven 7 met Kleiber, dat was echt zo'n nooit om nooit te vergeten. Ja, prachtig. Maar ik zag ook een hele mooie foto van The Who. Ja, hebben we ook gehad. Roger Daltrey, ben je daar ook fan van? Ik ben niet een mega fan, nee. Het is een beetje van voor mijn tijd.
Maar ik vind het toch leuk om die foto op mijn kamer te hangen. Want het laat ook een beetje zien, even voor de toelichting voor de kijkers thuis. Ik heb een aantal foto's op mijn kamer hangen van verschillende dingen die we eigenlijk in de historie al hadden. Allemaal zwart-wit foto's. Ja. Het kan Miles Davis zijn, of het kan The Who zijn. Een modeshow of een bokswedstrijd. Of Mengelberg en Mahler. Allemaal in het concertgebouw. Toen al en nu nog steeds. Allemaal in het concertgebouw. Ja, dat is ook onze slogan nu. Allemaal in het concertgebouw. Ja, allemaal en iedereen. Dat bedoelen we onder andere daarmee. Ja, prachtig. Ja. Simon, mag ik jou danken voor het delen van dit prachtige verhaal. Nou, met alle vormen en, je bent van harte uitgenodigd om nog een keer te komen als je weer iets heel nieuws hebt of zo. Of als je iets met ons wilt delen. Dank je wel. Graag gedaan, met plezier. Is nu al voorbij. Ja. Boudewijn, welkom. Wat fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Nou, we hebben gisteravond iets onwijs... Nee, niet gisteravond. Woensdagavond iets onwijs leuks gedaan. Ja, ja zeker. Wat hebben we gedaan? Jij was inderdaad een van onze sterren, onze koninginnen die langskwam. Ja, gisteren hadden we een... woensdagavond een belangrijke bijeenkomst ter gelegenheid van Drie Koningen. Dat is een bijeenkomst eigenlijk om het nieuwe jaar in te luiden. En Drie Koningen is eigenlijk het feest... dat drie koningen uit het, drie wijzen uit het oosten, met hun geschenken op weg gingen naar het net geboren kindje Jezus. Ja. Eigenlijk de machthebbers van die tijd, die eigenlijk knielen voor het kwetsbare kindje in de kribbe. We hebben geprobeerd daar eigenlijk een soort hedendaagse invulling aan te geven. En we hebben drie koninginnen van de Zuidas gevraagd met hun boodschap, hun geschenk, naar de Thomas te komen. En jij was dus een van de koninginnen. Verder ook Irene Vlotman, managing director van CBRE. Ja. En Claudia van Zanten, die ook in de Stadsdeelcommissie Zuid heeft gezeten. En nu Kamerlid is voor de BBB. Ja. En jullie hadden allemaal, vond ik een heel mooi verhaal. Ja, want dat was de opdracht. Hè? We moesten iets meenemen wat iets symbolisch voor ons was. Maar wat ook iets betekende. Ja. Dus, En ik vond jouw verhaal heel mooi ook met het pannetje dat jij meebracht. Dat symbool stond ook voor de steun die jouw moeder bij aankomst in Nederland heeft gekregen, toch? Ja, want ik lustte geen Nederlands eten. En we zaten in een pension en ik had inderdaad elke dag huilen omdat ik gewoon alleen maar rijst wilde. En toen kwam er inderdaad iemand van het Leger des Heils met een heel schattig pannetje met warme rijst. En voor mijn moeder was dat eigenlijk een sleutelmoment voor haar. Dat zij dacht van het komt eigenlijk met mij en Nederland komt het wel goed. Want als er mensen zijn die voor mij zorgen en die me zien. Dus dat was ook de boodschap voor onze Zuidas. Ja, een soort boodschap van hoop en optimisme. Ja, ik vond ook Claudia van Zanten ook. Die had een stekje meegenomen. Ze gekregen had van een oude bewoonster in Buitenveldert. Waar ze ooit langs de deuren gingen met een kerstpakket. En waar ze contact mee heeft gehouden. Ja. En dat symboliseerde voor haar eigenlijk ook de kwetsbaarheid, het belang kwetsbaarheid te beschermen. En zij bracht ook een boodschap, een oproep om je te verplaatsen in een ander. Ja, een beetje lief empathie, zijn voor elkaar. Lief zijn voor elkaar. En Irene vond ik heel mooi, zij had het over ze bracht een soort een kerstster mee. Een speciaal soort kerst, piek op haar kerstboom. Aparte naam, maar in ieder geval dat symboliseerde twee piramides. Precies. En dat werd op een gegeven moment, dat was een ster en dat was dan een vrouwelijke en een mannelijke energie. Ja. En die moet je altijd met elkaar laten verbinden. Ja. En dat was haar boodschap inderdaad voor onze Zuidas, dat mannelijke en vrouwelijke energie elkaar nodig hebben. Precies. Ja. Dus Nee, ik vond het een heel geslaagde bijeenkomst. We hopen hier ook echt een soort nieuwe traditie van te maken. Ja. Dus volgend jaar weer. Leuk. We zullen je allemaal vragen om ook aan het einde van dit jaar iemand aan te wijzen aan wie jullie het stokje overdragen. Ja, ik weet al iemand. Ik heb al iemand in hebt al iemand in gedachten? Oké, hartstikke mooi. Ja, leuk hoor. En ik had ook als idee, want je had ook dat je iets wilde wensen voor onze Zuidas. En dat pannetje rijst symboliseert eten. En wat ik wil is vanaf het Amaliaplein tot aan het Gelderlandplein allemaal lange tafels. Met allemaal mensen die eten meenemen of die eten, weet ik veel, zelf bereide maaltijden. Maar dat we in ieder geval een hele lange culinaire sniert hebben. Want eten verbindt. Ja, dus ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. Maar een wil is een weg. Ja, eigenlijk ook een moment om echt verschillende groepen
samen te brengen. Ja, dus bewoners, ondernemers, maar ook bedrijven. Maar Boudewijn, jij bent verbonden aan de Thomas. Hè? Dat is een prachtige kerk hier op onze Zuidas. Maar jij komt helemaal niet, ik wou zeggen uit de kerk, maar je komt helemaal niet, je hebt geen verleden van, een kerkelijk verleden. Nee, en ik kom ook niet uit de culturele sector. Dus ik ben daar in oktober begonnen en daarvoor werkte ik bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als beleidsmedewerker. Iets totaal anders. Ja, ik had heel erg veel zin om iets anders te gaan doen. En dit kwam toen op mijn pad en ik vind het heel leuk om... nu wil zowel die kerkelijke omgeving mee te krijgen, als maar ook dat, Thomas is natuurlijk een kerkgemeente, maar ook een culturele functie heeft het. Hè? Een heel brede culturele programmering en dat sprak me heel erg aan om daar als programmamaker mee aan de slag te gaan. En eigenlijk bezig te gaan met het vertellen van verhalen, eigenlijk in de breedste zin. Dat proberen bij de Thomas verhalen te vertellen over wat het betekent om mensen te zijn. Eigenlijk binnen al die verschillende programmareeksen die we hebben, komt dat tot uiting. En de ene keer in muziek en de andere keer in theater. En dus het is eigenlijk een plek waar zowel theologen als muzikanten, als heel veel andere, als kunstenaars eigenlijk hun plek ook vinden. En dat is denk ik ook een ruimte die... Ja, de kerkruimte van de Thomas, een heel verhalende plek met heel veel symboliek ook. Vind ik ook. Het is een gebouw fantastische... uit 1966, brutalistisch. Ontwerp. Dit me heel erg uitnodigt tot, ook tot breder gebruik dan alleen dat van een kerkruimte. Dus dat proberen we ook heel erg te doen in programmering om die ruimte op een goede, bijzondere manier te benutten. En dat kan heel breed zijn, want dus bijvoorbeeld ook een heel mooie activiteit met ADE afgelopen oktober. Dat zag ik, Met het hem. Dan staan er ook dansers in onze kerk. Ja, met alle lichten en zo. Ja, dat associeer je niet meteen met een precies, kerk. Precies, maar dat zo breed willen we wel zijn. Ja. Maar heeft dat ook te maken met een stuk vergrijzing? Dat je ook wat, net zoals wat Simon ook vertelde al in het concertgebouw, dat je ook toch ook een jonge publiek wilt aantrekken? Ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk een bredere trend dat kerkgemeenten zijn de afgelopen decennia steeds kleiner geworden. Dat geldt ook voor de Thomas. Ja. Tegelijkertijd is het een hele mooie, bijzondere plek. En we willen wel dat die plek ook gewoon voor ook breder dan alleen de mensen die er op zondag komen, relevant is. En dus vandaar ook die culturele programmering. Hè, dat we ook op andere dagen van de week daar mooie activiteiten organiseren en ontmoeting faciliteren. En ook eigenlijk verschillende groepen. Wat je eigenlijk ook met die, met het diner-initiatief hier, hier wil, dat je echt verschillende groepen samenbrengt. Dus die kerkgemeente, maar ook mensen van de Zuidas. Ja. Echte verbinding. Mensen uit de buurt. Ja, ja precies. Ja. En doe je dat alleen, Boudewijn? Of heb je nog werk samen met een andere programmamaker, Thomas. Bij de Thomas. Ja, dus dat is al een hele mooie match. Dus dat is heel leuk. Iemand met heel veel ervaring ook in... in de culturele sector en samen met de predikant zijn we eigenlijk het inhoudelijk team. En dan hebben we nog een aantal collega's op de Want ik zag dat inderdaad Thomas binnenkort een hele mooie expositie gaat organiseren over Indonesië. Toch? Dus, een hele mooie tentoonstelling over een Chinese kunstenares, Ma Gui. Ja? Start 1 februari bij ons tot 14 maart. Maar toch ook iets over Indonesië, vertelde hij mij. Over Indonesië, dat is nog niet wat meer in de uitwerkende fase. Maar wat we nu concreet hebben, is een Chinese kunstenares die in Buitenveldert woont. Ja, ja. Dus ook iemand eigenlijk van de buurt, maar in China geboren, getogen, opgegroeid. Iemand die werkt met eigenlijk oude Chinese technieken ook, kalligrafie en inkt. En in haar werk, heel veel werk zijn met lijnen en cirkels, die ook weer ook de levensstromen en het universum symboliseren, die ook weer teruggaan op oude Chinese verhalen en tradities. En een aantal van haar werken staan centraal dan bij ons. Daar hebben we heel veel zin in. Ja. En de programmering voor 2024, heb je al een... Natuurlijk heb je een agenda. Maar wat is het leukste, wat jij het leukste vindt wat er uitspringt? Voor jezelf spreken, hè? Dus niet... Wat ik leuk vind is... we hebben Internationale Vrouwendag. Gaan we een activiteit organiseren, 8 maart. Met ook een aantal vrouwen die eigenlijk allemaal vooroordelen binnen hun eigen tradities hebben moeten... overwinnen en doorbreken. Dat zijn we nu mee bezig, ook om dat te organiseren. Dus daar kijken we heel erg naar uit. En verder, we hebben eigenlijk ook een aantal vaste
programmareeksen die, zoals bijvoorbeeld een reeks lunchconcerten eens in de twee weken. De Thomas Talk op regelmatige basis, waarin we ook, maar ja, ook aan de hand van een Bijbels verhaal een actueel thema ook behandelen. Thomas boek, we hebben bijvoorbeeld volgende week een hele leuke bijeenkomst 18 januari met filosoof Joke Hermsen. Ja, heb ik gezien. Die komt vertellen over heimwee en vertepijn. Vertepijn is eigenlijk het heimwee naar een plek die je nog niet kent. Vertepijn. Dus dat wordt een hele mooie avond met filosofische en muzikale invulling. Dus ja, dat zijn wel dingen waar ik erg naar... Heel divers. Ja, heel divers. Ja. In het najaar, dat is ook wel heel leuk, is een groot festival, is in november, de Spirit of Amsterdam, daar doen wij ook aan mee. En dat is eigenlijk een festival waar heel veel gebedshuizen in Amsterdam aan meedoen. Waarin we eigenlijk ook proberen eigenlijk verschillende groepen ook binnen die gebouwen samen te brengen rond een culturele activiteit. We moeten nog zelf ook gaan kijken wat dat precies wordt. Maar dat wordt wel een hele happening. Leuk. We ook proberen ook weer groepen die normaal geen contact daar niet met elkaar komen, hebben, daar ook weer samen te brengen. Ja. Hey, en 750 jaar Amsterdam, gaan jullie daar ook nog iets mee doen? Zeker, ja, daar zullen we ook zeker proberen iets relevants voor te doen, inderdaad. Nou, ik kijk er naar uit naar al die prachtige programma's van jou, Boudewijn. Kom langs, van harte welkom. Ik ben gisteravond langs geweest. Precies, ja. Superleuk. Ontzettend bedankt, Boudewijn, voor het delen van je verhaal. En ik kijk uit naar de nieuwe programmering voor dit jaar. Dank je. Eline, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je, Ruth. Hoe gaat het met je? Goed. Heb je fijne dagen gehad? Heerlijk. Goed zo. Ja. Lekker ontspannen, hè? Ja. Lekker thuis. Jij ook? Ja, ook lekker ontspannen. Gewoon lekker niks gedaan. Lekker. Gewoon quality time met de familie. Ja. Eline. Helpt wel, hè? Een beetje regen. Heel belangrijk. Ja, want als het mooi weer is, dan ga je toch weer naar buiten. Ja, dat is waardeloos. Dat is toch? Nee. Veel regen en wind. Dat je lekker binnen blijft. Eline, we hebben het, tenminste wij hadden een tijdje geleden in de krant gelezen dat er op termijn 10 miljoen auto's erbij komen in Nederland. Ja. En dat is best wel heel veel. Want er komen volgens mij ook niet meer wegen. Wat vind jij van die ontwikkeling? Ja, dat is wel zorgelijk. Ja, er zijn nog steeds meer wegwerkzaamheden. Er lopen achterstand van corona die ze moeten inhalen. Mm-hmm. Dus het is op de weg, er is ook gewoon minder weg. Ja, precies. Ja. Maar dit is absoluut een uitdaging. En ook wel, al jarenlang zijn we natuurlijk bezig met meer fiets, meer OV aan het stimuleren. Ja. Maar dan zie je toch dat de auto nog wel gewild is. Ja, nog steeds de heilige koe. Ja. Want je vertelde net iets over mobiliteit. Jullie hebben daar plannen voor, toch? Mobiliteitsplannen. Ja, nou ja, kijk, wat wij dan als bedrijvennetwerk kunnen doen, is natuurlijk met werkgevers in gesprek hoe zij het mobiliteitsbeleid kunnen verduurzamen. Dus hun werknemers in ieder geval stimuleren en helpen om andere keuzes te maken. Als er automatisch natuurlijk een leaseauto wordt aangeboden, dan wen je aan autogebruik. Ja, en zeker ook bij startende werknemers. Als jij direct aan die auto went, dan zal je nooit meer terugstappen naar een deelauto of naar OV. Nee. Dus we werken daarin samen met Breikers. Oh ja. Dat is eigenlijk een soort adviesbureau gefinancierd door met name door overheden. Mm-hmm. Je hebt dat soort platforms door het hele land. Maar Breikers is er in ieder geval voor Amsterdam en omgeving. En wat zij doen is dus die gesprekken voeren. Ze hebben heel veel kennis. Ze kunnen scans doen. Ze kunnen goed helpen onderzoek te doen van wat voor afstanden leggen jullie werknemers af en wat voor mobiliteitsoplossingen passen daarbij. En wij als Green Business Club kunnen weer Breikers helpen met de ingangen bij die bedrijven. Want wij hebben 70 participanten die we natuurlijk goed kennen. Ja. En daarbij ook als er vraag is naar bepaalde oplossingen. Wat we bijvoorbeeld zien, er is echt wel steeds meer vraag ook naar e-bikes. Ja. En dat is net voor een afstand waarmee je normaal misschien een auto pakt. Ja, want daar hebben jullie ook een soort test mee gedaan. Precies. Voor proef, hè? Ja. Verleden jaar. Ja, werd dat goed opgepakt? Ja, dat is een e-bike try-out. Loopt al echt al een paar jaar. En dan kunnen werknemers gewoon een paar weken zo'n e-bike proberen. Mm-hmm. En daarna voor een aantrekkelijk aanbod aanschaffen of leasen via een werkgever wellicht.
En dat is inderdaad dan zo'n oplossing die je dan kunt aanreiken. Zitten daar eigenlijk subsidies op? Kun je daar subsidie voor krijgen? Ik heb geen idee eigenlijk. Ja, volgens mij wel. Ja? Zo, ja, er zijn wel fietsregelingen waar op die manier kan je natuurlijk ook extra stimuleren. Ja, absoluut. Ja. Ja, dus op die manier probeer je dan die auto minder aantrekkelijk te maken. Of als mensen dan toch met de auto gaan en ook sommige afstanden of als je heel ver van een station woont, of ik van, ja, dan is gewoon de auto de enige oplossing. Ik heb ook wel eens dat ik denk, ja, ik kan nu wel heel erg gaan goochelen met OV en een OV-fiets. Of, maar dat wordt te gek, weet je. Mijn reistijd is misschien 2 keer zo lang. Ja. Nou, dan hoop je natuurlijk dat mensen kiezen voor elektrisch. Ja. Ja. En dat zie je ook natuurlijk wel steeds meer. Ja. Dus, en dat moet ook weer gefaciliteerd worden. Dus daar werken wij dan ook, proberen we aan bij te dragen om laadinfra te stimuleren. Dat je ook goed je auto kunt opladen. Ja, want dat is wel een beetje een heikel punt natuurlijk. Hoe meer elektrische auto's, hoe meer oplaadpunten. En die zijn er dus niet. Nee. Even iets heel anders. Deze week gaat de voorzitter van de stichting of de vereniging RAI. Ja. Die houdt zijn traditionele nieuwjaarstoespraak. En een van de onderwerpen zal zijn toch een beetje het grillig beleid van onze overheid. Want enerzijds wil de overheid natuurlijk gewoon dat we duurzaam zijn, dat de CO2 verlaagd wordt. Maar ja, anderzijds worden er ook weer hele gekke wet- en regelgevingen geïntroduceerd. Hmm. Hoe denk jij daarover? Ja, ik las het stuk en het stond in de Telegraaf. Je had hem toegestuurd. Ja. Ik zie het ook nog een klein beetje als een soort kinderziekte. Dat er wel steeds meer beleid wordt gemaakt, maar dan is het verhaal nog niet compleet. Dan worden er bepaalde regels inderdaad, die zijn nog niet meegegaan met de ambities. En dat is natuurlijk heel onhandig, want je vraagt wel iets van werkgevers, van bedrijven, ondernemers, om bepaalde stappen te zetten, maar je bemoeilijkt het ook. Ja. Dus ik kan me wel het statement voorstellen. Dat is natuurlijk heel frustrerend, want enerzijds dan, bijvoorbeeld auto's die met een rijbewijs B hebben, die moeten een vergunning aanvragen en omdat ze zwaarder wegen, want ze gaan natuurlijk elektrisch rijden. Ja. Maar die vergunningen die worden nu ingetrokken, dus dat is heel vanwege die accu's dan die voertuigen weer te zwaar zijn, hè? Ja. Ja, dus dat soort dingen. Heel grillig. Ja. Want je wil dus als allebei wil je als overheid, maar ook als ondernemer. Ja. Maar dan kom je elkaar niet tegen. Ja. Dus. En dat is het denk ik wel. Het is niet. Ja, die overheid zal. Die wil dit ook. Is geen onwil. Nee, dat snap ik. Ja. Maar ja. En ik denk ook wel dat er ergens een spagaat zit, want het is. Heel erg focus op dus elektrisch vervoer. Ja. Emissievrije zones. Ja. Bedrijven moeten inderdaad allemaal naar elektrische bestelbusjes en weet ik het wat. Maar we willen ook een soort minder. We willen ook dat het allemaal slimmer en minder. Dat er minder stromen op de weg zijn. Ja. En dat gaat dan met name weer over personenvervoer wellicht. Maar ze heeft ook wel raakvlakken. En dat is wel eens lastig. Want dat is dan beleid dat heel erg gericht is op duurzaamheid en op andere alternatieven. Tegelijk vraag je wel wat van die ondernemers op het gebied van elektrisch vervoer. Ja. Dus ik las ook de reactie van de overheid. En dan gaan ze het gelijk weer hebben over deelmobiliteit. Ja, ik snapte die reactie ook hoor. Ja. En dat ze op een gegeven moment ook zeiden van we moeten misschien ook tweedehands de autohandel moeten we gaan stimuleren. Nou, op zich is dat natuurlijk ook, vind ik, een heel goed alternatief, hè. Als het kan wel. Maar en dat is wel een. Waar wij ook wel als club en met het gebied ook wel echt op inzetten. En bijvoorbeeld de RAI, het is een beetje verwarrend, maar RAI Amsterdam, het eventcentrum, niet de brancheorganisatie, die ook wel erg inzet, en ook bedrijven hier, op dus verminderen en verslimmen. Want er is dus heel veel focus op dus elektrisch vervoer en emissievrije zones, maar alles gedrag dat wij vertonen met bestelgedrag, en dan wij bedoel ik ook bedrijven, die ook heel, niet op elkaar afgestemd, maar overal vandaan laten bezorgen. Dus eigenlijk moet je het proces gewoon aanpassen. Ja. Dus je moet eigenlijk met z'n allen iets inkopen. En dat je daardoor minder bewegingen krijgt. Ja. Of je koopt wel bij verschillende leveranciers in, want we kunnen natuurlijk niet allemaal bij dezelfde. Maar dat die dan het levert bij een hublocatie. En vanuit die hub wordt het gebundeld naar het gebied gebracht. Ja. Nou, dat scheelt natuurlijk ook heel veel stromen. Dus
En daar zien we wel vanuit de overheid minder focus op. Het is heel gauw van, oh, het moet allemaal elektrisch en je mag het gebied niet meer in met een vieze auto. Maar dat stapje daarvoor, dat vinden wij vooral ook wel heel interessant. En denken dat daar nog heel veel te winnen valt. Dat denk ik ook wel, ja. Dus het moet gewoon een beetje aangepast worden. Ja. Het denken. We gaan het ook nog even hebben over, de Green Business Club is natuurlijk enorm economisch duurzaam bezig. Maar jullie hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid, tenminste, die willen jullie dragen. Want wat hebben jullie laatst gedaan in december? Dat was echt zo leuk. Ja, ik moet wel zeggen, we zijn aangehaakt bij het mooie initiatief van het WTC, CBRI. Ja. Ja. De Social Club initiatief hier. Zij organiseren allemaal mooie community verbindingsevents. En deze sluit heel erg aan bij inderdaad wat wij ook al jaren proberen te doen. Toch een beetje een brug slaan tussen het gebied, de kantoorpanden en bewoners hieromheen. Zij hebben een diner georganiseerd, een charity dinner, waar ROC-studenten hebben gekookt. En... Dat is heel bijzonders, hè? Want dat is best wel heel ingewikkeld om ROC-studenten daar zover te krijgen dat ze dat gaan doen. Want dat is een enorme exercitie. Ja. Hè? Want ze moesten alles meenemen. Het zag er fantastisch uit. Ja. 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 Het is echt alsof je in een sterrenrestaurant zat. Echt, hè? Mooie bordjes, ja. Ja, dus dat is wel... die worden natuurlijk heel veel opgeleid. En het is wel heel gaaf als je dan voor zo'n grote groep mag koken. Ja. Want er zaten de Zuidassers vanuit de bedrijven te eten, maar ook allemaal bewoners uit de buurt. Senioren, inderdaad. Ja. En dan hebben we weer met TCA, met elektrische taxis, die ouderen opgehaald van huis en hierheen gebracht. En weer terug. Dat was best een operatie. Ja, ik heb het gezien, ja. Ja. Maar dit is wel heel waardevol wat Green Business Club doet, hoor, vind ik. Want het is toch verbinden. Hè? En ook het, zoals die jonge ondernemers hebben ook een soort bewustzijn, niet een soort, maar bewustzijn gekregen. Dat er heel veel mensen zijn waarbij het niet vanzelfsprekend is, dat ze zo'n fantastische maaltijd... Dat is zo, ja. Ja, dus dat is gewoon heel waardevol. Nou, en wat ik hier ook heel waardevol dan vind, want nou krijgen wij bijna alle credits, dat is niet helemaal terecht. Maar juist die samenwerking tussen... Dat. En hier zo de Social Club, jij was er ook en je hebt ook een mooie bijdrage geleverd. Er was... Anton Meester was weer de kerstman. Ja, die heb ik weer zover gekregen om... Nou, en goodiebags, dat was natuurlijk ook hartstikke leuk. Ook weer door allemaal ondernemers verzorgd. Ja. Dus dan zie je echt wel weer die community van Zuidas. De samenhorigheid. Dat vind ik wel heel gaaf. Ja. De community van de Zuidas. Nou, zullen we daarmee afsluiten? Helemaal goed. Prachtige one-liner. Dankjewel, Eline, voor het delen van je verhaal. Jij ook. Dit was alweer de eerste uitzending van het nieuwe jaar. Ik heb genoten, we hadden fantastische gasten. Ik kijk uit naar de volgende Zuidas Today Talkshow. Ik zou zeggen, volg ons, abonneer jullie en tot de volgende keer. Dag! Ja.